Zo. Dat was een mooie aanbieding. Ik zie hier, even kijken, 5 hamburgers betalen en 3 halen. Kijk, dat zijn nog eens aanbiedingen. Ik kook ze allemaal zelf, dus we hebben geen hamburgers nodig. Gekke filmpjes elke keer, wat ik nu presenteer. Je bent abonnee, we starten ermee. DaVinci de Vos. Hallo beste mensen, voor de mensen die we niet kennen, mijn naam is Kok Robidi. En ik sta sinds kort op de website van DaVinciStijl.nl met een eigen profiel. Het lijkt net een cv'tje of zo. Ik heb hier een boekje. En in dat boekje staat mijn tekst. Maar even over die hamburgers. Ik heb gezegd van dat ik zelf mijn hamburgers maak. En daar zal ik even wat kort over uitleggen. Ik had namelijk verleden week, een maand terug, 3 jaar geleden, kraampje. En ik verkocht mijn speculaas in dat kraampje. Nou, het leuke komt nog, hè. Want ja, ik moet lachen, want ik weet wat er komt. Maar op een gegeven moment, zeg ik zo, kom er een vrouw naar me toe. Die neemt een hapje zo, weet je wel. Die eet zo de speculaas wat ik op dat bord had liggen. Ze zegt zo, zelf gemaakt. En ik zeg, ja, zelf gehaald. Nou, zou eten. Oh, zelf gehaald. Die vrouw zegt zo, dat smaakt goed. Ik zeg, ja, Albert Heijn verkoopt wel goede producten. Die heb ik nooit meer gezien, die vrouw. Maar dat kan me niks schelen. Want daarvoor haar nog 10 anderen natuurlijk. Hè. Zal je wel vertellen, dames en heren. Ik heb dus ook een echte mok. Kijk. Nou, verkeerde kant. Kijk. Mijn eigen mok, dames en heren. Mijn eigen mok. Met mijn foto van mij. Kijk, de ene echte. De mok van de kok. Gewoon een beker met mijn hoofd erop. Ik lijk er wel een beetje op, zie je dat? Jongens en meisjes, wil je ook zo'n mok? Dan heb je nu een webshop. Maar als je ook zo'n mok wil, kijk dan even hier beneden in het adres. DaVinciStijl.nl/shop of zoiets. En dan kan je hem kopen, als je wil. En ik op t-shirts, op je iPhone hoes of nog een t-shirt of een beker of een knuffeltje. Ik weet niet, ik sta overal op, joh. Kijk mensen, als je hier links en beneden klikt, dan kun je naar het andere video. Schijnt blijkbaar te werken op YouTube. Ik weet niet hoe dat zit. Ik ben niet zo van technologie. En natuurlijk de mop van de kok. Want we moeten natuurlijk beginnen met een nieuw seizoen. Nieuwe kansen. En wie weet komt jouw mop dan in de uitzending. Heb je een leuke mop? Stuur hem hier beneden in de comments. En wie weet komt jouw leukste mop wel in de uitzending. Dus zeker eventjes beneden commenten jouw mop. Doei mensen. DaVinci de Vos.